Hallo allemaal en welkom bij Easy Dutch. Het kanaal waarop jij Nederlands leert zoals het echt gesproken wordt. Ik ben Leon en ik ben vandaag samen met Mario in Eindhoven. Ik ga vandaag aan de mensen vragen wat hun herinneringen zijn over hun schooltijd. Ben jij ook benieuwd? Laten we beginnen. Ging je graag naar school? Ja, het was een verplichting inderdaad. Hè? Het moest maar. Dus voor jou liever niet? Nee, liever niet. Ik heb het afgemaakt en daar zijn we klaar mee. Dus dat is helemaal prima geweest vroeger. Ja, ik ging altijd wel graag naar school. Ja. Waarom? Vooral eigenlijk voor de gezelligheid, denk ik, destijds. Vriendjes, vriendinnetjes op de basisschool, later contacten maken, vrienden maken, mensen ontmoeten. Ja. Jawel, jawel. Ik vond het wel leuk op school. Met vrienden daar ook op school samen zijn. En als het niet leuk was, dan kon je dat ook nog delen met je vrienden. Hè. Kon je er lekker over mopperen. Dus nee, het was verder prima. Ging u graag naar school? Heel graag. Ik vond school het fijnste wat er was. En wat was er zo leuk aan? Ik vond het gezellig. Het was altijd warm. Het geroezemoes, veilig. En ik was dol op lezen en leren. En ik vond sport heel leuk op het schoolplein. En dus voor mij was het echt super fijn, vond ik het. Nee, totaal niet. Ik wilde heel graag werken. En toen ik 15 was, ontheffing van de leerplicht aangevraagd. Dan ben ik gaan werken. Ja, maar ik had natuurlijk de pech, want het was oorlog. Toen ik dus vanaf de tweede klas, hadden we al oorlog in Amsterdam. Hè? Ja, was heel vervelend. Maar goed, met stukjes gingen we wel naar school. Ja, altijd heel graag. Ja. Ik heb altijd heel leuk school gehad. Ik weet niet welke school je bedoelt. Basisschool, middelbare school. Allebei. Allemaal leuk. Ja, veel vriendjes, vriendinnetjes. Dus dan doe je wel leuke dingen. En ik vond leren ook niet erg. Dus... Oeh, moeilijke vraag. Ja, basisschool wel. Ja. Middelbare school iets minder. Ja. En waarom? Dat was meestal een plek om bij vrienden samen te zijn. Dus. Het sociale. Het sociale aspect van school, ja. Ja, best wel, ja. Ja, vooral de basisschool. Ja. Ja. Maar ja, dat ligt dan ook wel echt aan de docenten. Want je hebt ook natuurlijk altijd wel docenten waarvan je denkt van, daar heb ik dan iets minder zin in. Heb jij tot nu toe Nederlands op de schoolse manier geleerd? Door middel van boeken, door woordenlijsten te stampen en door grammatica van buiten te leren? Maar mis je spreekvaardigheid? Word dan lid van Easy Dutch. Dan leer je namelijk Nederlands zoals het echt gesproken wordt. Kies nu voor het conversatielidmaatschap en dan kan je 4 keer per maand je gesproken Nederlands met ons oefenen. Ben je benieuwd geworden? Klik dan op de link hieronder in de beschrijving. Dan gaan we nu door met de video. En wat waren voor jou de leuke en de minder leuke kanten aan school? Ja, de leuke kanten toch met vrienden. Hè? Je zit met je vrienden in de klas, dus dat is wat heel gezellig. En de minder leuke kanten zijn natuurlijk de vakken, de docenten bijvoorbeeld. Dat is wel de... Wel altijd iets minder. Ik weet nog wel dat ik vroeger huiswerk minder leuk vond. Ik vond het leuk om alles op school te doen. En leuk waren de leuke activiteiten. Ik was wel van de gezelligheid. Ja, ja. Ja, minder leuke kanten. Ja, vakken wat die mij minder lagen, zeg maar. Dus die ik minder goed kon. Maar wat ik leuk vond is inderdaad de creatieve vakken. Ja. Eigenlijk alleen positief. Ik kijk er heel fijn naar terug. Ik heb nog steeds heel toevallig, daar had ik het inderdaad nog met een vriendin over. Ik heb nog steeds heel veel vrienden van toen. Dus. De negatieve kanten? Het dwangmatig, hè, dat je dus moest zijn, 's morgens vroeg. Dat was toch altijd wel lastig. De basisschool, ja, middelbare school, wel iets meer negatieve kanten, omdat er wat iets meer druk op je komt te staan. Maar nee, ik heb het over het algemeen wel leuk gevonden.
De basisschool is veel intiemer in de zin van je hebt één leraar en daar doe je het mee. En kijk, je gaat naar de middelbare school en je hebt in één keer, voor ieder vak heb je een ander leraar. Dus ja, en je bent constant van klas aan het wisselen, dus het is heel erg onrustig. Wat was voor jou dan het grootste verschil van de overgang naar de middelbare school? Ja, toch die druk. Dat je, ik zat op een Montessori school, dus op de basisschool had je niet echt toets of zo. En op de middelbare kwamen die wel. En toen moest je opeens gaan leren en huiswerk gaan inleveren en zo. En toen, ja. Dat was even wennen. Ja, heel erg wennen, ja. Ik denk, toch wel, je zit in één keer, als je van op de basisschool zit, dan ben je eigenlijk nog een kind. Ik ben nog heel jong. En als je op een gegeven moment van de basisschool naar de middelbare school gaat, en dan kom je echt gewoon in een andere levensfase. Dan leer je het zelf ook beter kennen. Ga je ook experimenteren met dingen. Dan kom je in een hele nieuwe fase. En dat is dan denk ik toch wel de grootste overgang. Ja. Schoolreisjes en dat soort dingen. Hè? En de grote vakantie van de 2 maanden. Dus, hè? Oh, dat is een lastige. Ik denk toch het plezier en de mensen die je destijds hebt leren kennen, die nu een aantal nog steeds van in je leven zijn, toch wel bijzonder, ja. Wat ik altijd leuk vond is bijvoorbeeld als we een soort van voorstelling hadden met school, die we samen dan gingen doen, of optredens of wat dan ook. Dat vond ik heel leuk om te doen, ja. Deden jullie misschien ook dingen als schoolreisjes bijvoorbeeld? Ja, wel eens naar een stad inderdaad en ook naar het buitenland. Dus we zijn 1 keer in Londen geweest, dus dat vond ik ook heel leuk, ja. Ik was niet zo heel braaf op school en dat werd bestraft. Wij moesten toentertijd op zaterdagochtend nog naar school. En als je heel stout was geweest, dan moest je zaterdagmiddag ook nog blijven. Nou, dat was verschrikkelijk. En dan moest je vegen of zoiets, iets heel doms doen. Inderdaad. Ja, ik had hele leuke docenten. Echt allemaal. Er was geen één leraar of zo, of lerares waar ik een hekel aan had. Ik mocht ze allemaal, ja. En bij ons thuis was het niet echt, dat is echt gezellig of zo. Dus mijn veiligheid en mijn thuisgevoel had ik echt op school. Dus dat was eigenlijk mijn thuis, gewoon. Ja. Ik had meneer Van Rooyen. Het was al op de lagere school. En ik blom toch een beetje uit in aardrijkskunde en geschiedenis. Dus als ze dan een proefwerk hadden, dan mocht ik dus in het eind van de klas gaan zitten, het eind. En dan mocht ik dus alles gaan controleren op de fouten. Dus dan mocht ik controleren op de fouten van mijn maatjes. En dan moest ik dat dan aangeven. Ja. En hij ging ervan uit dat je eerder bent. Hè? Dat je niet mensen bevoordeelde. Nee. Ja, dat vond ik echt bijzonder. Ik was een jongetje van 11, 12 jaar. Dat hij toch een stuk verantwoordelijkheid kreeg. Ja. Een blijk van waardering. Een blijk van waardering, ja. Ja. Ja, we gingen op wintersport zijn we geweest. Dat was heel erg leuk. Waar naartoe? Oostenrijk. Ja. Dus dat was gewoon al het feest. Ja, we gingen heel veel leuke dingen doen. Oh ja, en we hadden ook zo'n keer zo'n 24 uur zo'n nacht. Vond ik ook leuk. Dus moest je 24 uur op school zijn. Ik denk vooral de eindexamenfeesten vond ik heel erg leuk. Toen voelde ik me echt vrij en volwassen misschien wel. Ik had toen het gevoel dat het daarom een beetje ging beginnen of zo. Ja. Start van een nieuw begin. Ja, absoluut. Ja. Dat was ook al zo, voor mij in ieder geval, ja. Poeh, ja, meisjes, vrouwen, ja. Ja. Ergens bij het fietsenhok. Bij het fietsenhok, overal waar maar kon, ja, vroeger, ja, ja. In groep 8 gingen we naar Giethoorn met school. Dat was een kamp en dan mocht je allemaal bootjes varen, toch? Dat is denk ik wel een van de leukste dingen die ik met school heb gedaan, ja. Ja. En van de middelbare? En van de middelbare... muziekavonden vond ik altijd leuk. Op school hield muziekavonden. Toen gingen we in het parktheater, had je een soort concert met de hele school. Vond ik leuk. Ja, ik denk toch wel dat ik mijn middelbare schooldiploma toch in 4 jaar heb gehaald. Terwijl bij mijn toelating eigenlijk werd gezegd van ja, je bent eigenlijk de dom voor onze school. En dus dat was voor mij wel een heel mooi moment. Dat ik eigenlijk wel een dikke vinger kon geven naar degene die me had aangenomen. Ik wel dacht van ja, jij zei dat ik het derde jaar überhaupt, dat het mijn eindstation zou zijn. En ik heb het gewoon in 4 jaar gehaald. Dus dat was wel, denk ik, wel een heel mooi moment.
Bedankt allemaal weer voor het kijken naar deze video. We hebben vandaag samen met de mensen herinneringen opgehaald over hun schooltijd. Voor de een was dit een heel erg leuke tijd waarin ze veel met vrienden hebben beleefd, leuke docenten hadden en op schoolreisjes zijn gegaan. Voor de ander was school minder zijn ding en hadden ze buitenschool meer lol. Wij zijn benieuwd, wat vond jij van jouw schooltijd? Heb je het naar je zin gehad? En heb je leuke herinneringen die je met ons wilt delen? Laat het dan hieronder weten in de opmerkingen. Vond je dit een leuke video? Abonneer je dan op ons kanaal en doe een duimpje omhoog. Word lid van Easy Dutch en dan hopen we jou de volgende keer weer te zien. Adios!